zijn, is overleden van de kristallnacht. Zij was hier als kleinkind in Berlijn getuige van. Esther Voet, hoofdredactrice van het nieuw Israëlisch Weekblad en aankomend adjunct-directeur van het CIDI, haalt samen met mevrouw Uschi Rubinstein herinneringen op van die nacht. Niet veel mensen die uit eerste hand kunnen getuigen van de kristallnacht. U kunt dat wel, want u woonde in Berlijn als meisje van 16. Kunt u mij vertellen hoe Berlijn eruit zag voordat zeg maar, de kristallnacht begon? Hoe was het voor Joden in Berlijn? Nou, in het begin was het leuk, want in Berlijn wonen heel veel Joden. Omdat er een bloeiende filmindustrie was, waar veel Joden aan leefden. Joodse acteurs en regisseurs en veel creatieve geesten. En dat was wat ook door Joden opgezet was, was een grote confectie. Dat was daarvoor helemaal niet. Dus Berlijn was een hele bloeiende stad. En dat ook de Joodse gemeenschap konden in principe vrij bewegen, maar op een gegeven moment verandert dat. Inderdaad, in november, ik weet niet precies wat er gebeurde. Volgens mij heeft een Joodse, Poolse jongen, een iemand van de Duitse ambassade vermoord. Dat is een bekend verhaal. Dat is waar gevonden. Dat was eigenlijk begin. Dus ja, je kon natuurlijk niet meer overal naartoe of zo, maar dat was niet zo erg. Het begon pas erg te worden na 9 november. Maar daarvoor was het al het een en ander gaan, want u vertelde, ik kon nog wel naar de opera, maar de bus was al niet meer helemaal handig. Ik zat van altijd van die kleine rotjongens en die joepiemaus of zo. En als ik die aanzag, kwam ik dan de stap tegen naar uit. Maar dat kwam eigenlijk ja, van die nazi's die in nazi-pakjes rondliepen en zo. Dat was niet de hele Berlijnse bevolking. Hè? Berlijn was altijd een stad die niet zo erg antisemitisch was. En dat is pas later begonnen. Hè? Want kijk, toen Hitler kwam, die kreeg de militairen nog mee uit de Eerste Wereldoorlog. Omdat daarom niet dat kreeg zo'n aanhang, omdat Berlijn heel arm was. Ze moesten enorm veel herstelbedragen betalen. En er kwam een enorme hetze, want er kwam allemaal de Joden. Klaar. U heeft het dan over uiteindelijk 9 november, waarna het slechter wordt. Kunt u mij vertellen hoe u die kristallnacht heeft beleefd? Was dat echt midden in de nacht of gebeurde dat op een ander tijdstip? Dat morgens. Ik kwam werkens met terecht als Joods meisje. Dus ik ging dan werken. En ik was toen bijna 17. Toen ging ik werken in een Joodse hoedenzaal. Een kleine hoedenzaal. Met nog een andere Joods meisje. En die had ontzettend veel spiegels. Overal. Nou, we gingen daar naartoe en toen kwam onze baas en die zei, ik ga hier weg hoor. Gaan jullie maar naar de kelder, want ik hoor ze in de verte. En hoe laat was dat? Nog zo'n 10 uur of zo. En ik ging naar de kelder, want we hoorden het ook. En boven, toen hoorden wij mijn naam dat ze heel glas op het gingen staan. De spiegels en weet je wat er enorm aan waren. En na een paar uur was het stil. Nou, toen zijn we buiten gegaan en naar huis. En wat trof je op de straat aan? Het was heel stil. Het was heel bedrukkende sfeer eigenlijk. Heel stil. En ik woonde in de Oranje-Mommerstraat, schuin tegenover. Het enige waar ik bang voor was de conciërge in de rond, een nazi-uniform.
met een helm stond. Die liep daar uit de pond. Maar hoe voelde u zich toen u daar voor zich verborgen tegen een lange helm? Nou, wij hoorden het wel eigenlijk van de kapotte ramen. En ja, het was natuurlijk niet zo leuk. Maar ik kon ook niks doen. Dus ik dacht dat het... U bent niet zo bang aan. De standaard is voor uw familie, ik woon met mijn moeder en twee oudere zusters, wel aanleiding geweest om uiteindelijk uit haar lijn te vertrekken. Ja. Wij zijn vaak later eigenlijk. Mijn oudste zuster die had ervoor gezorgd, ik ken de mensen in Amsterdam of zo. En wij kwamen hier al half december en illegaal s'nachts op een tikkenbaar. Ik weet niet meer of ik bij Sittam of Heerland was. Ik weet wel dat we ontzettend veel moesten lopen voordat we bij het station kwamen. En toen gingen we met de trein naar Amsterdam. En die eerste avond bij de zuster, maar altijd toen ze ik, wij gingen met de trein. En toen we Amsterdam kwamen, we kennen niemand. Dan gingen wij logeren in een Hugo Hotel. En toen. Dan van daarin kan de deuren gewoon. Nou, dat is niet voor mij. Dat is ons niks gebeurd. En dus de volgende dag ging ik op zoek. Nog even terug naar Kristal en de tijd daarna. Het was uw zus die uiteindelijk zei: het is hier niet meer veilig om te neerleggen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nee, kijk, het zijn als 11 jaar ouder. Ik was toen bij mijn zus. Ze had ook wel vrienden en kennissen. En hier een van de vrienden had zijn contact met Amsterdam. En toen wij hier kwamen, toen wist ze al de volgende dag de weg. Dus dat was wel een kunst. Ik kende niemand. Ik kon me heel snel aanpassen. Ik heb toch veel kranten te lezen, met in de taal geleerd. Ik dacht, ik moet naar mijn inbouwens leren. Heeft u na die kristallen, nadat u was gevlucht, nog contact gehad met leeftijdgenoten, vrienden, vriendinnen, die in Berlijn zijn achtergekomen? Ja, dat was zo, want dit was in Berlijn een Joodse jeugdgroep, heel militant was. En toen ik wegging, toen hebben zij bedacht dat ze ergens een bom moeten gooien. Nou, ze zijn verraden en die zijn allemaal doodgeschoten of opgehangen en zo. En mijn beste vriend, daar staat in Lustad nog steeds een monument. Dat was de Joodse. De Joodse. Ze zijn zo. Maar ik wist toen dat het allemaal verboden was. Maar ik wist niet dat ze dat zouden doen. Daar is een boeken over geschreven. Ja, dus ik ken er nog een paar mensen daarvan. We hebben altijd een jaarlijks ontmoet, maar er wonen nog een paar, twee of zo in Zuid-Amerika. En in Engeland, ik woon hier, dan ben ik met veel mensen van over. Vertelt dus dat Kristallnacht niet alleen een nacht is geweest, dat het ook de volgende ochtend nog is doorgegaan. Want ze hebben bijvoorbeeld ze hebben toen Joden die in Polen waren, Poolse Joden, die hebben ze opgehaald de volgende dag. En die hebben ze naar niemandsland gestuurd. Dat was tussen Polen en Duitsland, was plaats Poolse. Daar hebben ze die mensen naartoe gestuurd. En mijn zus en ik, wij zijn naar een vriendin van mijn zus gegaan, die was niet dood. Daar hebben we vannacht geslapen. En toen kwam u in Nederland en u had het net al een beetje over militanten. Dat militanten, wat heeft u hier uiteindelijk in Nederland ook voortgezet? Ja. Nou ja, goed. Kijk, hier was heel snel duidelijk dat we hier.
wij hadden wel een EVD voor Amerika, maar dat was net na de Dus je was te laat. Je was te laat om naar Amerika te trekken. Dat was het. En wat heeft u toen gedaan? Nou, ik ben hier aangepast. Dus ik hoorde net tegen iemand over die haatjes om te brengen. Nou ja, goed, ik heb me hier aangesloten bij de Hollandse verzetsgroep. Thank you.